Hij groeide op in een gelovig gezin en verloor als student dat geloof. Jaren later hervond hij het weer en ging erover schrijven. Van zijn boeken zijn meer dan 200.000 exemplaren verkocht. En het einde is nog lang niet in zicht. Reinier Sonneveld. Reinier. Hallo. Wat leuk je hier te ontmoeten in dit nederige stulpje. Ga zitten. Water, wit of rode wijn? Rode wijn, alsjeblieft. Rode wijn, de voorkeur van veel van mijn gasten. Wat is dat toch? Ja, ga lekker zitten. Dat zoveel van mijn gasten rode wijn kiezen. Ja, misschien komen ze met openbaar vervoer. Of, of willen ze niet al te calvinistisch overkomen? Nee, dat is misschien het imago. Ja, zullen we imago bijstellen? Ja. Is het moeilijk bescheiden te blijven als je als theoloog, wat toch niet een favoriet beroep is in Nederland, nou, daarom 200.000 boeken verkant. Nee, dat is 200.000 boeken verkant. Maar ja, als theoloog. Dus als theoloog. Het is vrij makkelijk om dan bescheiden te blijven, hoor. Ja. Dat is niet het meest favoriete. Maar wat doet het met een mens als je 200 boeken verkoopt? 200.000 boeken verkoopt? Het geeft wel wat zelfvertrouwen. Dus ja, op een gegeven moment ga je op een andere manier schrijven. Moet wel. Dat klopt. Ja. Dus de eerste boeken, daar schreef ik letterlijk 10 versies van. En nu zijn er 3 versies geworden, want ik denk op een gegeven moment. Ze kopen toch wel. Ja, ze kopen toch wel. Hier, op dit is die ene laatste boek, geloof ik, De Stilte van God. Gaan we over hebben. Er is alweer een nieuw boek verschenen. Zeker, Het Licht heet dat, over kerst. Over kerst, ja. Er gaat het verhaal over jou dat jij ooit door een slang bent gestoken. En dat zijn we allemaal wel eens een beetje natuurlijk, een kleintje. Ja. Maar dat heel ernstig was. Klopt dat? Ja, en deze keer ook voor het Echi. Ik was 10. We kwamen met het gezin terug uit vakantie, uit Frankrijk. Op een gegeven moment een parkeerplaats. Stopten we even. Ik ging even bij een muurtje plassen. Er was geen wc daar. En toen ik terugklauterde op dat, werd ik gebeten door een slang. Alleen ik had het niet gezien. Ik dacht dat het een steentje was die op mijn hand viel. Dus ik voelde een scherp tikje. Dus zo voelt een slangenbeet als een scherp klein tikje, weet ik sindsdien. Maar dat wist ik toen nog niet. En toen was het meteen vrij dramatisch. Dus ik raakte in een soort shocktoestand binnen een minuut, zeg maar. En niemand wist natuurlijk, dat kwam volledig uit het niets. Dus mijn ouders schrokken zich helemaal te pletter. En vlak daarna werd ik inderdaad opgenomen in het ziekenhuis. En het is daar heel kantje boord geweest. Ik zwol helemaal op, dus ik werd een soort Michelin-mannetje. En nieren vielen uit, lever viel uit, dat deed allemaal niet. Maar mijn hart klopte soms op 180. Nou ja, dat is fors. Ja. Dus, en hij was 4 keer zo groot. Dus alles was opgezwollen en het was één grote ellende. Ja. Hoe heb je dat geestelijk ervaren? Of ben je als jongetje van 10 helemaal nog niet zo ver dan? Nou, wat binnen mijn levensverhaal belangrijk is, wat er gebeurde, is dat vlak na die beet, toen in Frankrijk, toen ik in een shock of wat dan ook raakte, dat ik toen wat ik later, echt misschien maar 20 jaar later, pas als een bijna doodervaring ben gaan beschrijven. Dus wat er toen gebeurde, is dat ik in een witte wereld kwam, waar het goed was, waar ik helemaal tevreden was en waar ik ook wilde blijven. En tot ik op een gegeven moment, als het ware van achter de horizon, mijn moeder hoorde eisen dat ik nu toch potverdrie moest terugkomen. In het echte leven. Want nu was het genoeg geweest. En haar herinnering is ook dat ik terugkwam. En dat ik als het ware chagrijnig op haar was. Van ja, wat doe je nou? Het was daar net zo goed. Dus, maar jij bent een van die mensen in de wereld, op de wereld, die dus zo'n bijna doodervaring heeft gehad. Ja, een paar jaar geleden kwam er een onderzoek van een hartchirurg uit, Pim van Lommel. En die op basis van allerlei onderzoeken berekent hij dat 4-5% van de mensheid zo'n soort ervaring heeft. Dus het is niet zo, in die zin niet zo heel bijzonder. Dat gaat over tientallen miljoenen mensen. Nou, ik heb hem nog niet gehad. Nee, maar ja, je bent dan hoort bij de 95%. Hoe kijk je daarop terug later? Hoe reflecteer je erop? Want ik kan me voorstellen dat je als kind dat een beetje op een kindelijke manier meemaakt. Ja, en dat je later als volwassene denkt, ja. Ik herinner me wel dat op een gegeven moment er een hele groep medicijnenstudenten aan mijn bed stond, terwijl ik nog doodziek was. En dat ze heel erg specifiek hierop doorvroegen. Dus dat was blijkbaar iets wat ze interessant vonden. Dus toen dacht ik wel van, hier is blijkbaar iets mee aan de hand. En pas jaren later, en eigenlijk pas bij dat boek van die Van Lommel,
Pim van Lommel is het, hè? Ik bedoel, dat boek heeft ook honderdduizenden verslagen. Dus dat mag ik wel even noemen. Het boek van Pim van Lommel, ja. Zeker. Die heeft daar de hartchirurg. Ja. Op een gegeven moment viel hem dat op. Hij ging met allerlei mensen die zware hartklachten hadden gehad, ging hij praten. En elke keer dezelfde verhalen. Dus hij is dat gaan onderzoeken. En toen merkte hij in zijn geval, geloof ik, zelfs 20% van zijn patiënten maakte dat mee. En toen pas ben ik het een beetje gaan plaatsen. En één kenmerk wat hij ziet, dat bijna alle mensen met een bijna doodervaring hebben, dat ze heel spiritueel worden, dus heel erg religieus geïnteresseerd, en heel erg niet kerkelijk. En dus dat ze, als ze kerkelijk zijn, dat ze afhaken. En, omdat de kerk die spirituele ervaring niet kan plaatsen? Ik weet het niet. Het lijkt erop, zijn verklaring is, want je gaat dan zoeken naar een verklaring. Dat zijn alleen de cijfers, maar hij gaat zoeken naar een verklaring. En zijn verklaring is, deze mensen hebben zo'n soort uniek soort ervaring, wat nauwelijks is te delen. Dat je in spirituele groepen gewoon minder goed meer functioneert. Ja. Nou ja, prima wat het is. Maar ik voel me daar een beetje door betrapt. Omdat ik op een dag ook pontificaal de kerk heb verlaten. Ja. Maar wel altijd heel erg spiritueel ben geweest. Dat klinkt nog wat te vaag. Ik heb heel erg gezocht naar God. Maar dan vind ik het raar. Of misschien, je zei het net al even, je hintte erop. Je bent in een gelovige gezin opgevoed. Ja. En als student ben je dat geloof kwijtgeraakt. Klopt. Dat vind ik dan raar als je zegt, ja, ik heb zoveel meegemaakt van de wereld buiten de materie, buiten tijd en ruimte. Ja. Dan ben jij juist de man die nooit zijn geloof meer had mogen kwijtraken. Vond je het erg dat je, in mijn woorden maar even, vond je het erg dat je ongelovig werd? Ja, daar heb ik menig traan om geplinkt. Het voelde alsof ik alsof ik mijn oriëntatie verloor. Alsof ik ook voor een deel de zin van mijn leven. Want op een heel letterlijke manier, omdat ik predikant wilde worden. Ja, gaat dat gaat niet zo goed samen. Niet geloven en predikant willen worden. In sommige kerken wel, maar in jouw kerk niet mee. Nee, klopt. Dus ik wist ook gewoon niet meer wat ik met de rest van mijn leven moet. Maar had je niet wanhopig dan het idee, ik wil de geloof vasthouden? Ik vind het erg dat ik het verlies, notabene. Ja, dus ik vond het erg dat ik het verloor. Maar als het niet is, is het er niet. Het was nodig om heel symbolisch afstand te nemen. Ook te zeggen, oké, dit is het niet meer. En op dat moment, later als ik erover nadenk, denk ik, wat ik blijkbaar door elkaar haalde, was geloof en kerk, of God en kerk. Dat zat blijkbaar zo aan elkaar verbonden, dat altijd hetzelfde was. Dus ik kon niet meer op een andere manier over God denken dan altijd in de kerk over God was gedacht. En dus als, nou ja, op het moment, dan komt er een soort vrijheid. Op het moment dat je heel, heel fysiek die band doorbreekt. Ja. Maar je wist niet dat op dat moment dat je die punt zette en dacht van nu kan ik gaan zoeken, dat je inderdaad ook niet alleen een zoeker werd, maar ook een vinder werd. Nou ja. Of had je het gevoel wel dat je toen je die punt zette, dat je dacht eigenlijk zit ik nu in een proces waarbij ik God weer vind? Ik was vrij open. Ik dacht, ik zie het wel. Ik merk het wel. Voor mij wordt het een hindoe-god, zeg maar. Zo open was het wel. Ja. Maar als je het hebt over vinden, ik had vooral voor een deel de ervaring betrapt te worden of gevonden te worden. Dat klinkt wat zweverig, maar laat ik een voorbeeld nemen. Ja, iemand die zo'n ervaring heeft gehad. Ja, dan kan het anders. Alles kan bij jou. Wat er gebeurde mijn vriendin, nu vrouw, die geloofde wel. Ik ging zo nu en dan met haar mee naar een kerk. Enigszins mopperig en een beetje natuurlijk zo. Cynisch. Wat moet jij een vervelend kereltje geweest zijn in die tijd. Ja, maar ja, je houdt al van zo iemand, hè? Dus dan ga je heel erg je best doen om het. Maar goed, ik zat daar in die kerk en er werd twee keer achter elkaar op een zondag werd eenzelfde soort liedje gezongen. Prima, dat is niet zo heel bijzonder. Maar ik kreeg dat liedje in de weken daarna niet uit mijn hoofd. Dus dat bleef me doordreinen, dreinen. Echt honderden keren bleef het. Dus dat vond ik uitermate vervelend. Want iemand die net denkt van, ik ben lekker vrij en ik heb het allemaal niet zo met die kerk. Dat hoef je niet. Dus op een gegeven moment zat ik te bellen met een goede vriend. En ik had het over God en alles en nog wat. Toen zei ik van, als ik nou nog een derde keer dat liedje tegenkom, dan vind ik het een teken. En dat bedoelde ik uiteraard spottend. Want dat was gewoon om hem wat. Het was een christen en ik dacht, ik daag hem wat uit. Volgende dag, ik loop op straat met mijn vriendin. En gewoon zo'n ommetje zoals verliefde stelletjes doen, zal ik maar zeggen. En nu moet je weten dat ik briefjes spaar die ik op straat vind. Dus ik heb een grote doos met honderden briefjes die ik gewoon. Je vindt van alles op straat. Dus dat is van boodschappenbriefjes tot complete liefdesbrieven die je op straat vindt.
Maar ik loop... Ja, echt, het, ja, nee, het is prachtig. Ja, nee, ik geloof je. Het is, echt, het is een mooie verzameling. Ja, het zal. Ja. En ik wil iedereen in de buurt van Utrecht vragen om dat vooral niet op te rapen. Ja. Laat dat alsjeblieft liggen, want dan heb ik nog wat te vinden. Maar ik loop op straat en ik raap een briefje op. En er staat precies de tekst op, 4 zinnetjes, die ik al weken niet uit mijn hoofd krijg. Ja hoor. Nou, op zo'n moment voel je betrapt. Ik heb nog nooit een enige christelijke tekst op straat gevonden. Laat staan, zo specifiek, dat zinnetje wat ik al weken niet aan mijn hoofd kreeg. Nou, op zo'n moment voel je betrapt. Als jongetje die zo zagrijnig in de kerk zit. Die idee van dat hij net vrij is, als het ware. Dan denk je van, oké, hier is iemand gaande, hier is iemand bezig. Blijkbaar heeft iemand op een raar soort mysterieuze manier iets gearrangeerd, waardoor ik nu daar kijk en daar dat briefje ligt. Maar ja, als jij die ervaring hebt, dan moet jij nu een geharnaste gelovige zijn. Want je hebt niet alleen wat spirituele ervaringen in je jeugd gehad, ja, maar je hebt notabene een briefje van God gehad. Ja, maar ook al 10 jaar niet meer. Dus ja, één keer in je leven lijkt me genoeg. Ik heb inderdaad genoeg, ook sindsdien genoeg twijfel gekend. Want ook dit briefje, ik hoef het nu niet voor te doen, maar ook dit briefje kun je prima wegverklaren. Ja. En het interessante is natuurlijk dat het ook gewoon een gewoon briefje is. Het is niet een of ander bliksemschicht iets... Nee, maar ik heb nog nooit een briefje met een liedje op straat gevonden wat over de Heer Jezus ging. Nee, maar komt, ik heb die hobby ook niet. Toch? Ja, klopt. Maar wat zou kunnen is dat God heeft gedacht van, nou, die Andries die heeft al genoeg. Die werkt bij de EO, die hoort al genoeg over God. Die heeft geen briefje meer nodig. Oké, dat is het. Misschien, weet ik veel. Is het niet wat kinderlijk geloof? Een geloof gebaseerd op een briefje wat je vindt? Ja hoor. En ik denk dat God er wel plezier in heeft om zich ook wel zo kinderachtig te maken. Dus inderdaad ook wel eens een keer op zo'n taal te spreken. Terwijl God is de dragende grond van alles wat je maar kunt verzinnen. Dus groter dan een briefje. Het is heel veel groter dan een briefje. En wat voor mij later belangrijker is geworden, is op een heel andere manier. Dat heeft heel erg met godsbewijzen te maken. Dus later ben ik heel erg meer op een rationele manier. Dat gebeurt voor een deel in dat boek. Dus meer op een rationele manier gaan nadenken. Bijvoorbeeld gewoon domweg over het feit dat we hier op een aarde zitten in een heelal. En het voelt zo vergezocht en zo volledig onplausibel om te zeggen dat dat uit het niets voorkomt. Niets is niets. Dat zijn geen mogelijkheden. Dat is niets. Uit het niets komt niets voort. En op het moment dat je dan ziet dat er zo'n ontzettende complexiteit, zo'n ontzettende uitgestrektheid is, dan is verreweg de meest logische gedachte van, oké, dat is blijkbaar een eeuwig soort iets wat bijzonder intelligent is, wat dit in elkaar kan knutselen. En dan ben je nog niet per se bij God, maar je bent al in de richting. Dan ben je theïst geworden. Ja. Thomas van Aquino gebruikte dit godsbewijs. Hij noemt het niet een bewijs, maar een weg. Ja. Toch sinds de 800 jaar, Thomas van Aquino, die is inmiddels al een tijdje dood. Ja. In die 800 jaar heeft het toch veel mensen niet overtuigd. En ik zie bij jou in je boeken, De Stilte van God, maar ook in eerdere boeken, zie ik bij jou een soort poging op een ontspannen wijze, niet puur rationeel, maar toch wel een beetje rationeel, toch iets van een grondje te leggen onder het christelijk geloof. Ja. En dan lees ik dat en dan denk ik, ja, als het Thomas van Aquino 800 jaar geleden niet gelukt is, waarom zou het Reinier Sonneveld dan 800 jaar later wel gelukken? Waarom toch weer, als het ware? Ik merk dat het voor mezelf belangrijk is, dus dat ik er wel degelijk op teruggrijp. Het is dus voor jouw angstige hart. Ja hoor. Ja? Ja? Dus op het moment dat ik niks meer van God snap, dan val ik daar voor een deel op terug. Dus dan val ik voor een deel terug op die ervaringen. Maar ook voor een deel van, ja jongens, oké, maar als ik om me heen kijk, het is wel echt heel raar om te zeggen dat dit uit het niets is voortgekomen. Dat is gewoon zo, nou ja, wat ik al zei, het is vergezocht. Ja. En ja, maar dat zei ik, 800 jaar geleden zei iemand dat ook. En het heeft niet geholpen. Want nu zou je haast suggereren, op het moment dat je heel goed nadenkt, rationeel, en je valt op die godsbewijzen. Ja. Ja. Waarom? Waarom niet? Verreweg de meeste atheïsten en niet-gelovigen die ik ken, hebben nooit de God gezien of ontmoet die gelovigen uiteindelijk vaak hebben ontmoet. Maar het is niet deze rationele God van waarom zijn we nee, er? Nee, dus dat gaat over op het moment wat een atheïst afwijst, is een liefdeloze God.
Dat wijst hij af. Hij wijst een toornige, chagrijnige rotgod af. Dat wijst een atheïst af. Ik heb nog nooit een atheïst een liefdevolle, almachtige vader horen afwijzen. Dus dat is altijd een... Dus ik heb het gevoel dat er heel veel misverstanden onder andere over God bestaan. Dat is één belangrijk ding. En dat heeft alles met ruis te maken die onder andere door sociale kringen waarin je verkeert gebeurt. Verreweg de meeste atheïsten hebben gewoon in meerderheid atheïsten in hun omgeving. Of niet gelovigen of mensen die het op een heel erg chagrijnige manier voorleven wat dan wel geloof is. Nou ja, dan ga je... Wat wijs je dan af? Je wijst een soort misvorming van God af. Een soort parodie op God. Een clowngod. Nou ja, dat is voor een deel ook waar ik zelf op ben stuk gelopen. Op een parodie op God en niet op de ware God. En ik heb de belachelijke brutaliteit om te denken dat ik nu wel iets van God heb gezien. Voor mijn part is het 1 promiel, maar ik heb er iets van gezien. Wat heb je gezien? Ik heb gezien dat er iemand zich tegen me aan bemoeit. Ja. op een wat humorvolle manier. Op een bijna klierige manier. Dus op een springerige, bijna klierige manier. Dat briefje vind ik... Dat voorbeeld van een briefje is een klierige manier. Er zijn generaties die zo'n briefje willen hebben. Kom op. Maar je voelt toch... Zeg maar, als dat iets over God zegt... Ja. Dan is hij heel veel, maar ook een klier. Ja, maar ook, hij heeft ook humor. Ja, zeker. Ja. Met zo'n briefje. Ja. Maar goed... Je hebt die ene promiel. Mijn vraag was die ene promiel van God wat je hebt gevonden, gezien. Nou ja, en dat is voor een deel is dat weer een... dat is een rationeel verhaal, maar het is wel belangrijk voor me. Er zijn allerlei eigenschappen in dit heelal die vaststaan. Bijvoorbeeld de zwaartekracht of de snelheid van het licht. Daar kun je als het ware gaan proberen om daar iets aan te gaan draaien. Dus dan kun je zeggen, van, stel je voor, wat gebeurt er nou als we de snelheid van het licht iets opvoeren? Of ietsje terugdraaien? Of de zwaartekracht ietsje zwaarder maken of ietsje lichter maken? Wat gebeurt er dan? En het aardige is, dat gaan allemaal kosmologen en natuurkundigen gaan dat doorrekenen. En dan zeg ik, elke keer als we maar ietsje daaraan veranderen, kan er geen leven meer bestaan. Dan wordt dit heelal weer een soort hel. Hij implodeert meteen, het wordt één grote puinhoop. Nergens meer een leven. Nou, als je al die eigenschappen zo op een rijtje zet, dan denk je van oké, maar dat betekent dat het extreem fijn is afgesteld. Het is belachelijk precies wat er allemaal precies moet gebeuren, wil hier in dit heelal leven kunnen ontstaan. Wat dit allemaal zegt, is dit heelal is dat het ware, is gasvrij. Dit heelal is een gespreid bedje. Dit heelal zegt van alsjeblieft leven, het smeekt om leven als het ware. En het voelt zo ver gezocht om te zeggen... Van, ja, maar dan zijn er heel veel heelallen en die zijn allemaal net wat anders. En dan, dat is toeval. Op het moment dat je in een gespreid bedje komt... dan denk je, dat heeft iemand bedacht. Op het moment dat je in een hotelkamer komt... en je favoriete muziek staat op... en je lievelingseten staat daar... en de liefde van je leven ligt op bed, zou ik maar zeggen... Dan ga je toch denken dat er iemand een plannetje heeft bedacht. En als het leven mooi is, wat zit er dan achter? Ja, dat zie je in dat schilderij. Ja. Ja. Er zit helemaal... Leg eens uit, want ik denk dat ik het begrijp. Maar leg even uit... Nou, dit is een schilderij of een tekening van mijn vrouw, Marisa Robert. En het is gebaseerd op een heel oud verhaal van een monnik... die ooit eens naar het einde van de wereld ging. Ja, want precies, we dachten toen nog dat hij de wereld een einde had. En aan het einde van de wereld zou een soort gordijn hangen... wat de wereld zou scheiden van de hemel. Maar op een gegeven moment ziet hij een klein tipje van de sluier is opgelicht, zeg maar. En hij steekt zijn hoofd erdoor en ziet de hemel. Daar is dit op gebaseerd. En ik had de waan dat dit een soort portret van mij was. En eigenlijk bijna een cartoon over wat ik dan zou doen. Omdat dat voordeel is wat theologen dan proberen te doen. Naar het einde van de wereld gaan. En daar een tipje van de sluier proberen op te lichten. Over wat dan de uiteindelijke geheimen van dit leven zouden zijn. Ik heb het dan gevraagd. Dat was dan weer niet zo. Dat jammer. Was dan jammer, joh. Teleurstellend. Nee, maar zij ziet, jouw vrouw, die ziet... Ja. Als ik het goed begrijp, dit schilderij. Die ziet chaos. Nou, dat heb je goed begrepen, ja. Het is in die zin heel dubbelzinnig, want het is dubbel. Hè? Want uiteindelijk zie je daar ook een soort stralen... wat juist iets heel hemels suggereert. Maar het is, voor mij heet het schilderij... Heet, of de tekening heet The Crying Out. Dus het gaat juist over de ervaring dat je het, dat je het wel eens niet zo... dat het wel eens niet zo mooi daarachter zou kunnen zijn. Dat je naar het einde van de wereld gaat en ontdekt... oké, maar alles eindigt en begint met chaos... Ja. Ja, dit is wel degelijk een mogelijkheid. Dat er dit uiteindelijk zal zijn te gebeuren. Dat ik op een dag naar het einde van het universum ga... en
dit klinkt allemaal veel te groot. Maar dat ik doodga en denk, oh, oké, dit is een teleurstelling. Tuurlijk kan dat. Dan haal je verhaal eruit. Nee hoor, maar dat kan toch gewoon. Dat is een mogelijkheid waarmee iedereen leeft. Iedereen leeft met de mogelijkheid dat je ongelijk hebt, toch? Ja, maar jij komt met een schilderij, wat redelijk suggereert, het zou eens kunnen zijn, na dit gesprek, aan het einde van het gesprek, dat ik ongelijk heb. Haal je nou niet je hele verhaal onderuit? Waarom? Dat zie ik echt niet. Nee? Hey, zo, van, ik zit hier een heel mooi verhaal te vertellen. Ik geloof erin. Ik zie Gods bewijzen. Maar het kan zo zijn. Laat ik het anders zeggen. Het kan zo zijn dat het zo meteen allemaal blijkt dat kan zeker. Onzin te zijn. Maar dan ben ik toch verrekte blij dat ik dit leven heb geleefd en hierin heb geloofd. Volgens mij heb je een stuk leuker leven op het moment dat je ervan uit bent gegaan dat uiteindelijk alles gedragen wordt door een liefdevolle vader. Ook als het niet zo is. Ook als het niet zo maar is. Maar dan kom ik bij Freud. Gok. Dan kom ik bij Freud en dan kom ik bij anderen. En die zeggen, joh, ja, je bent een zielig figuur. Je kan niet leven zonder het idee dat het heelal oneindig is en stil en doods. Dus ja, jullie zielige christenen moeten God wel verzinnen. Want anders heb je geen leven. Dat kan. En ik weet niet of het heel zielig is, omdat er ook een soort trots en dapperheid uit volgt. En dat zie ik met name gebeuren. Dus ik zie met name ontzettend mensen hun leven geven en ontzettend gaan om te strijden tegen onrecht en weet ik veel wat. Gebaseerd op dat idee, God is een God die strijdt tegen onrecht. God is een God die liefde is. Dus ga ik ook liefdevol leven. Het is prima om met de mogelijkheid te leven, oké, God zou niet kunnen bestaan, het is allemaal onzin. Maar ik ga verdorie wel doen alsof het zo is. Waarom? Omdat dat verreweg het mooiste is en het dapperste is en het meest liefdevolle is. Dit is het verhaal waarin ik wil leven. Ik wil in een verhaal leven wat begint en eindigt bij liefde. Dat is, en als het uiteindelijk blijkt onzin te zijn, dan ben ik verdraaid blij dat ik uiteindelijk liefde heb geleefd. Dat ik uiteindelijk daarin heb geloofd. Door en door jou en geconstrueerde God. Prima. Nee. Maar het heeft moed opgeleverd. Het heeft liefde opgeleverd ten opzichte van mijn medemens. Het heeft allerlei hoop opgeleverd. Ja. Dan ben ik blij dat ik niet in wanhoop heb geleefd, maar in hoop. Ik begreep je hele verhaal. Ja. Maar ik begrijp de laatste 3 minuten niet. Nee? Nee. Ja, pak er nog maar één. Nu ga ik echt wijn schenken. Nu wordt het... Ik begrijp die laatste 3 minuten niet. Nee? Nee. Waarom zou je niet leven met de mogelijkheid dat God eventueel niet kan blijven staan? Dat is toch gewoon een optie, toch? Ja, maar jij geeft het zo invulling dat je God als het ware instrumenteel maakt. Ik heb een instrument, noem ik God, en daardoor leef ik hoopvol. Doen we goede dingen op aarde, helpen we mensen op aarde. En je hebt net de twee van de vijf godsbewijzen van Aquino heb je hier vol vuur aan deze tafel zitten. En je hebt gezegd, het kan helemaal niet dat het bestaat, dat er iets is wat uit niets voorkomt. Ja. Het kan niet. Het is verdraaid vergezocht, dat in elk geval. Oh. Het is zeer vergezocht. Het logenen van God is zeer vergezocht. Ja. En de komende jaren ga je, hoe zei ik dat in de inleiding, geloof ik, er is nog lang geen einde aan de boeken schrijven, zoiets zei ik, geloof ik. En de komende jaren ga jij hiermee door om ons... Ja, wat? Ik wil heel graag mensen vertellen dat er zoiets als hoop is. Dat het goed is om vanuit liefde te leven. Dat als je iets te doen hebt, ga dat alsjeblieft dat doen. Hoe krankjoren en belachelijk we dat soms ook doen. Maar het is nou voor goed om dat tot het uiterste te proberen. En dat wil ik heel graag mensen vertellen. Maar uit liefde leven, is dat wat anders dan in God geloven dan? Toch maar even, ik had een slotvraag, maar er komt weer een slotvraag achteraan. Uit liefde leven doet ook Hare Krishna. Ik noem eventjes nu iets wat in mij opkomt. Ja, uit liefde leven is op zijn minst heel erg verbonden en heel natuurlijke wijze verbonden aan een geloof in een God die liefde is. Ja. Dus inderdaad, iedereen kan uit liefde leven, maar het past heel goed bij een verhaal wat zegt, het begint allemaal bij liefde en het eindigt allemaal bij liefde. En dat is het verhaal, dat is het belangrijkste wat je hebt te zeggen. En daar wil ik heel graag over blijven vertellen. Ik kan me niet heel goed iets mooiers voorstellen eigenlijk wat ik mensen heb te vertellen. En zeg eens in één zin wat je mensen hebt te vertellen. Er is hoop. Er is geen plek op deze wereld waar je uit Gods handen valt. Er is geen situatie
waar je niet kunt zeggen, ja, maar het kan beter worden. Er is een of andere oplossing. Hoe belachelijk ik ook... hoe onvoorstelbaar ook. Er is een of andere vorm van uitweg. Okay. Renier, hartelijk dank voor dit gesprek. En neem nog een glas. Hoewel? Ja, dat is nog wel, toch? Dit leven is mooi. Als het leven mooi is, wat zit er dan achter?